Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de laatste ronde van zowel de Champions League als de Europa League. En natuurlijk naar speelronde 12 van de Eredivisie. Laten we eerst eens naar die Europese wedstrijden gaan kijken. Helaas is het voor Nederland niet zo heel goed afgelopen. Zowel Ajax, AZ als Feyenoord hebben verloren, waardoor ze allemaal niet door zijn naar de volgende ronde. Ajax gaat natuurlijk wel naar de Europa League. Maar ja, ze hebben met 0-1 verloren van Atalanta, wat betekent dat ze dus in de Champions League niet verder mogen. Real Madrid won met 2-0 van Mönchengladbach en Barcelona verloor met 0-3 van Juventus. PSV won met 4-0 bij Omonia Nicosia, Rijeka won met 2-1 van AZ en Wolfsberger won met 1-0 van Feyenoord. Dan zijn dit de uitslagen van speelronde 12 van de Eredivisie. Heracles verloor met 1-2 van Fortuna Sittard. Groningen won met 2-0 van RKC. FC Emmen ADO werd 1-1. Ajax won met 4-0 van PEC Zwolle. Vitesse speelde 1-1 tegen Heerenveen. VVV verloor met 0-3 van Feyenoord. Willem II verloor met 1-3 van Sparta. PSV heeft met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. En FC Twente verloor met 1-3 van AZ. Dan is dit de ranglijst van de Eredivisie. Ajax staat bovenaan met 30 punten. Dan komt PSV met 27 punten. Feyenoord en Vitesse hebben 26 punten. Groningen staat vijfde met 23 punten. FC Twente staat zesde met 21 punten. AZ heeft een wedstrijd minder gespeeld, maar heeft evenveel punten als Heerenveen en allebei 20 punten. Sparta staat negende met 15 punten. FC Utrecht heeft ook een wedstrijd minder gespeeld en staat tiende met 12 punten. Ook APEC en RKC Waalwijk hebben 12 punten. Heracles, Fortuna en VVV hebben 9 punten. Willem II staat 16e met 8 punten. Dan komt ADO met 7 punten. En onderaan staat FC Emmen met 4 punten. Dan gaan we naar de voorspellers. Top 7 deze keer, omdat er meerdere mensen op 8 staan. Dat is al vaker voorgekomen. Gerbe staat bovenaan met 112 punten. Dan komt Maaike met 109 punten. Luc staat derde met 107 punten. Dan komt Tijn met 105 punten. Jarno en Dilano hebben 104 punten. En Nak staat zevende met 103 punten. Weekwinnaar is Jesper VH. Die staat niet in dit rijtje. Dus het is wel leuk dat je dus inderdaad, dat heb ik al vaker gezegd, je kan gewoon blijven voorspellen. Want je kan gewoon weekwinnaar worden. En dan krijg je toch een beetje shine in de video. Ik sta zelf ook niet in het rijtje. Ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. Maar je weet het niet. Het seizoen duurt nog lang. Maar Jesper, gefeliciteerd. Je had de meeste punten behaald. Dus goed bezig. De volledige stand staat weer in de beschrijving. Dan is het tijd voor de KNVB-beker ronde 2. Het is een beetje raar, want alle amateurwedstrijden die zijn eruit geschrapt. En dan zijn er nog een paar clubs over en een paar clubs die vrijgesteld waren. Excelsior moet thuis tegen PEC Zwolle, dan krijg je FC Emmen tegen FC Groningen, mooie derby. Almere City ontvangt VVV Venlo, de Graafschap ontvangt PSV. Ajax moet thuis tegen FC Utrecht, interessante wedstrijd. SC Cambuur moet tegen Go Ahead Eagles en Willem II moet tegen Vitesse. En dan krijg je aankomend weekend speelronde 13 van de Eredivisie, waarbij PEC Zwolle het opneemt tegen FC Emmen. Sparta ontvangt FC Groningen. VVV moet thuis tegen FC Twente. RKC ontvangt PSV. FC Utrecht moet tegen Fortuna Sittard. Vitesse ontvangt Feyenoord. ADO moet thuis tegen Ajax. Heerenveen tegen Heracles Almelo. En AZ ontvangt Willem II. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van de Eredivisie voorspellen. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie jullie heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.